Er wordt hard gewerkt aan de tweede ADO Den Haag documentaire van het seizoen, De Kerstboom van Co. Zoals de titel al doet vermoeden, staat in deze documentaire het kerstboomsysteem van de toenmalige trainer Co Adriaanse centraal. Tijdens de opnames in Kijkduin sprak ADO TV met oudspeler Heini Otto, die nog warme herinneringen heeft aan die plek. Ja, nou ja, dit is eigenlijk waar we heel veel getraind en gelopen hebben door de duinen, door het strand. En Den Haag zo loopt heel veel mooie herinneringen bij me op. Ik heb natuurlijk 9 fantastische jaren voor mezelf gehad hier ook. En ja, dat blijft altijd mooie herinneringen natuurlijk. En speciaal als je weer deze kant op komt, dat bloeit gewoon. U kwam in 1985 bij ADO Den Haag terecht. U bent een ras echte Amsterdammer. Hoe werd u ontvangen toen? Nou, ik kwam dus in 1985 terug uit Engeland. Ja, we begonnen eigenlijk met een 1-0 wedstrijd tegen Emmen, toen thuis RBC. Maar ik had niet de indruk dat er een Amsterdammer. En ik had natuurlijk wel een bepaalde naam natuurlijk op FC Amsterdam, Twente, Middelsbureau. Dus ik kwam wel. Maar ik moet zeggen, ik heb me in de loop der jaren zo'n fantastische verstandhouding gehad met het publiek. Dat het gewoon heel goed gedaan heeft dat je zo warm ontvangen bent. Ik heb ook toen de tijd mijn trainingscarrière 2 bij Haarlem als hoofdtrainer. Nou, ben ik gewoon eigenlijk als laten we zeggen, tegenstander van Den Haag ben ik gewoon naar het supportershome geweest. En daar lekker mijn kopje koffie genomen. Dus geef al even aan de band die ik heb met Den Haag supporters. En dat zal altijd blijvend zijn, denk ik. Heini Otto. Hij speelde 221 wedstrijden achter elkaar zonder een minuut te missen. Een tijd waar hij met veel plezier op terugkijkt. De hele periode is voor mij gewoon uniek geweest. Ik heb alles meegemaakt met publiek wat natuurlijk achter de ploeg stond. Ook wel eens rommelig was natuurlijk. Bekerfinale meegemaakt. Fantastische periode gehad. Helaas 2 keer gedegradeerd. De laatste wedstrijd van mijn carrière was dan ook degradatie. Maar als ik terugkijk op mijn carrière bij Den Haag, dan is het een en al fantastisch geweest, moet ik zeggen. Dan even over het kerstboomsysteem. Wat was uw rol precies in dat systeem? Nou, we hebben het er net over eigenlijk. Ik begon eigenlijk achterin. Nou ja, ik was natuurlijk niet erg snel. En het systeem was eigenlijk dat je fel dus opjaagt en eigenlijk tegen de middenlijn speelt. Nou ja, als ik mij omdraaide, was bijna rust. Ik was natuurlijk niet een van de snelste. En toen later werd ik dus, laat ik het zo zeggen, om het zo te noemen, de piek van het systeem. Hè. En dat was eigenlijk een rol. Als ik terugkijk over mijn hele carrière, was dat eigenlijk een fantastische rol die me helemaal op het lijf geschreven was als aanspeelpunt eigenlijk. En ja, dat was echt uniek geweest om daar de piek te zijn in dat systeem. En we hebben het er net over, de kerstboom blijft gewoon een uniek systeem wat je het heden de dagen ook nog zou kunnen spelen. Volgt u het huidige ADO nog? En zo ja, wat vindt u van het gaat natuurlijk nu even wat minder. Maar wat vindt u over het algemeen van hoe het er aan toe? Nou ja, ik denk dat het eerste belangrijk is dat er rust komt in de club. Hè, met de nieuwe Chinese eigenaar. Ik denk dat ze fantastische mensen met John Metgod en Henk hebben aangesteld natuurlijk. Nou, ik heb begrepen dat mijn vriend Luke weer terug is in de scouting. Dus dat zijn mensen die van mij herkenbaar zijn. Wat heel leuk is, vind ik, Ekim Kaai als assistent. Die heb ik toen in mijn tijd toen bijtrainer was. Dus dat zijn allemaal unieke mensen. Het enige wat nu nodig is, denk ik, dat de rust rondom de club, rond in het elftal komt. En met het publiek erachter, dan blijft Den Haag gewoon. Ze moeten zorgen dat ze in de Eredivisie blijven. Dat is het allerbelangrijkste. En dan rustig kunnen gaan bouwen. En die tijd moet ook gegund worden. Dat we gewoon een punt hebben dat Den Haag gewoon een vaste middenmotor wordt in de Eredivisie.